Gas, gas, gas! Ja! Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Wat vinden jullie van mijn nieuwe occasie? Schitterende Renault 5, die heb ik gekregen. Ik denk dat wij hier wel iets moois van kunnen bouwen. Een tijdje geleden hebben we een surfbank gebouwd met een heleboel dubbel frispakken. Maar ik vind surfplanken, dat is nou niet helemaal mijn ding. Auto's, dat is meer mijn ding. Dus laten we een amfibievoertuig bouwen. Zo. De Renault 5. Renault Drive dadelijk. Drive. Ja, die achterkant van die auto die drijft natuurlijk al bijna. Want als een auto te water raakt, ja, je ziet hem altijd met zijn neus onder water liggen. Maar de cabine zelf die heeft voldoende drijfvermogen. Die loopt al langzaam vol en dan zinkt een auto pas. Als we nou dan langzaam vol lopen al kunnen voorkomen, dus alles dicht maken, dan blijft hij al drijven natuurlijk. Dan hebben we voor nog een extra drijfelement nodig. Een drijfelement van dubbel fris pakken. Ik denk dat het even belangrijk is om te bepalen hoeveel drijfvermogen dat we eigenlijk nodig hebben. Laten we dat gaan wegen. Ja, dan laten we de auto even op de weegschaal zetten, denk ik. Schitterende weegschaal. Ja, we gaan hem natuurlijk wel even vlak zetten, want dit is natuurlijk niet eerlijk, hè? Nu staat er wel extra gewicht op. Aha, dat past precies. Dat is wel de maat, zou ik zeggen. Klassiek idee. Maar dit is volgens mij 130 kilo. Dus dan weegt hij aan de achterkant 260. En aan de voorkant, hoe was die en hoeveel is die? 750 kilo. Nou, dat is ongeveer 500 kilo aan de voorkant dan, hè? Ja, ja, min een beetje dan. Een beetje, ja. 94 eigenlijk. Nou, mooi. Dan kunnen we uitrekenen hoeveel drijfvermogen we nodig hebben. 500 pakken, toch? Zoiets? Ja, precies. Want een pak, dat is natuurlijk, die heeft zoveel drijfvermogen als het massa water dat hij verplaatst. Dus een pak van 1 liter, die heeft 1 kilo drijfvermogen. Maar we hebben al aardig wat pakken hier. Bijna helemaal leeg. En gelukkig niet veel roestgaten. Nou, er zit hier en daar wel een plekje. Dan moeten we nog wel even een beetje lassen. Of kieten. Zo, wat heb jij daar? Even boodschappen gedaan. Als je het niet meer weet, kit, kijk er dan nog door. Purr. We gaan de gaten dichtmaken. Ja, dat is wel fijn. Zo hebben we tenminste een nooduitgang als we gaan zinken. Dat is vakkundig. Zo, dat dacht ik ook. Maar is dat ook sterk? Zullen we dat even testen? Een no-rider! Dat breekt er zomaar niet af. Ik denk, pak hem eraan. Zo, dat ook. Titanic, hè? Ik wil geen pakkenverlies onderweg. Even kijken of die water dicht is. We hebben een rijend zwembad. Waarom hebben we nou eigenlijk zo'n rotte auto gepakt om dit mee te bouwen? Kijken. Er zitten hier en daar nog wel wat lekjes, hè? Ja, ik vind vooral deze vink wel mooi. Dat was niet zo handig. Ja, we hadden even geen rekening mee gehouden dat er in een buis ook een gat zit, zeg maar. Een hele grote in het midden. Zo.
nou een auto of is het nou een boot? Hoezo? Het is toch een Renault Drive? Ah. In plaats van een Renault 5? Een Renault Drive. Of een Renault 5 op zijn Frans. Laten we voor de drive gaan dan. Finishing touch. Het gaat dadelijk gebeuren. Hier staat hier onze superieure dubbel fris amfibie. Je kunt trouwens nog steeds een jetboot winnen met de dubbel fris campagne. Dus als jij nou een betere lifehack kunt bouwen als deze, dan is dit een uitdaging. Ik zou zeggen, doe je best. We hebben natuurlijk wel een paar voorzorgsmaatregelen. Dat is natuurlijk dit. We hebben een elektrische pomp die kan het water eruit hevelen. Een bilspomp. Dan hebben we natuurlijk nog drie van deze scheppen. Dat is om ouderwets water te scheppen. Dan verder hebben we natuurlijk een schitterende mast. Dat is ook handig. Mocht hij nou wel zinken, dan kunnen we hem nog zien waar die ligt. Mocht de mast nou niet genoeg zijn en hij gaat op zijn kant, hij capsized, kan natuurlijk gebeuren. Ook aangedacht, want hier hebben we namelijk een heuse boei met een sterke band eraan. En die zit hier vast achteraan het sleepoog. Dan kunnen we in ieder geval de boei nog zien. En dan kunnen we met de boei sleepkabel eraan dingen uit het water trekken. Dus, hey, maar hij gaat helemaal niet zinken, want we hebben dit gewoon keivakkundig in elkaar geplakt. Met purschuim en dubbel fris pakken. Klinkt echt degelijk dit. Oh ja, en ik heb ook droge kleren bij. Oh. Ja, Harm? Wat is dit? Ze hebben jou kunnen strikken om als slachtoffer te dienen. Wat heb je nou weer gemaakt? Heb je droge kleren bij? Nee. Maar dat maakt niet uit. Ah, dat is iets anders dan die oude die er staat. Ah, die drijft ook wel, ja. Denk ik. Voor even. Wow. Onbekende. Ja, mooi hè. Ja, Harm die gaat met ons te water dadelijk. Absoluut. Yo, for real. Nou, het moment van de waarheid. Gas! Ik had echt gedacht dat we gingen zinken, man. Hij vaart echt wel goed. Hoppa, water naar buiten pompen. Ik kan het best wel hebben zo. Ik heb het lekker, jongen. Maar we hebben nooit eerder een amfibievoertuig gebouwd. Had je dit verwacht? Nee. Succes joh, moet je kijken. Hij is er gewoon zelf ingereden, zelf eruit gereden. We hebben gewoon gevaren. We hebben wel een paar dubbel fris pakken verloren. Er drijven er hier en daar nog wat. Ja, dit is wel echt succes. Ik moet bekennen, de balans was echt veel beter dan gedacht. Ik had echt gedacht dat hij naar de achterkant heel ver onder water zou gaan liggen. Maar ja, hij lag gewoon mooi vlak. Ongelooflijk. Ja, dit, wat een prestatie dit man. Toch niet normaal man. Iedereen denkt toch dat het niet lukt.
toen we ermee klaar waren. Ik denk, dat ding dat duikt gewoon meteen met zijn kont onder water. Het achterraam loopt vol. Ja, dan kunnen we met z'n allen scheppen. We hadden al 3 van die bekers om te scheppen en een pomp. Dus, maar het is allemaal niet nodig geweest. Goed berekend. Perfect berekend. Super! Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende! Ja, we hebben eigenlijk stiekem wel een beetje vals gespeeld. Want er zijn niet allemaal dubbel frispakken. Nee, nee. Zoveel borst hadden we nou ook weer niet. We hebben ook nog een stalen bak hierin zitten. Van plaatstaal. Kijk, hier zijn wat dubbel frispakken verloren.